Tijd voor versie 2. Daarvoor gebruik ik onder andere deze leuke candy cane. Hey, leuk dat je kijkt naar deze Action DIY. Mijn naam is Elise en je kunt me kennen van mijn eigen creatieve YouTube kanaal Elise Ding. Vandaag heb ik hier 2 DIY's voor je met als basis deze krans. En ik beloof je, het zijn super makkelijke DIY's. Helemaal omdat onze basis al lichtjes heeft, dus die hoeven we niet meer zelf toe te voegen. Wat we zelf toevoegen zijn decoraties naar jouw smaak. En ik heb als voorbeeld een warm kleurenpalet en een koud kleurenpalet, zodat je daar misschien een beetje inspiratie van kan opdoen. En we gebruiken ook van die handige kersthaakjes. Heb je zin om zelf aan de slag te gaan met deze DIY? Geef dan alvast de video een duim omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Zoals ik al vertelde is dit de basis van onze DIY's en ik begin eerst met de koele variant. We gebruiken natuurlijk deze krans. Dan heb ik dit leuke setje met kerstballen en sneeuwpopjes. En de kleuren zijn hier donkerblauw, lichtblauw en wit. En in deze set zit dus een mix van kerstballen en van sneeuwpophangers. En daarnaast heb ik nog dit ijskristal uitgekozen met mooie zilveren glitters. Want ja, glitters zijn natuurlijk altijd goed. En hiermee gaan we onze krans decoreren. Als je het permanent wil hebben, kun je een lijmpistool gebruiken. Maar ik ga vandaag gewoon van die kerstbalhaakjes gebruiken. Die heb je vast wel in huis. En anders zijn ze heel budgetvriendelijk. Om met de krans te kunnen werken halen we hem natuurlijk eerst uit de verpakking. Je kunt het stekkertje van het testknopje er gewoon uithalen. En zorg er dan wel voor dat je er zelf batterijen in stopt. Anders werken de lichtjes natuurlijk niet. Zo, die werkt. En dan gaan we hem nu versieren. Als eerste doe ik dat met dit setje. En deze kunnen we eigenlijk een beetje verdelen zoals we willen. Ik ga zelf vooral de gekleurde kerstballen gebruiken. Dus die witte die leg ik even aan de kant. Die zijn natuurlijk ook mooi. Maar omdat onze sneeuwpoppen ook al grotendeels wit zijn. En de krans niet heel groot is. Ga ik alle andere witte items even aan de kant leggen. Kijk nou, dit is toch ontzettend cute. Als je dan hebt uitgekozen welke kerstballen je wil gebruiken, dan is het tijd om de haakjes erbij te pakken. Zelf vind ik die sneeuwpoppen het leukst, dus daar ga ik mee beginnen. Ik klem hem goed vast aan mijn haakje en dan zoek ik een plek waar ik hem wil hebben. Ik denk dat dit wel een goede plek is. Net tussen 2 lichtjes in. Nou zit er natuurlijk al een vorm in dat haakje, maar ik ga de haak zelf wat groter maken, zodat hij dichter tegen de krans aanhangt. Hij hoeft niet te hangen zoals hij in een kerstboom zou doen. Het mag gewoon wat dichter tegen de krans aan. Als je dan tevreden bent met waar die hangt, is het tijd om ook de andere decoratie een plekje te geven. Omdat ik van de sneeuwpoppen maar 3 stuks heb, probeer ik ze een beetje in een driehoek te plaatsen. Ik kan me voorstellen dat je denkt, een driehoek, wat bedoel je daarmee? Nou, die eerste die hebben we hier opgehangen. Dat betekent dat ik de tweede hier hang en de derde daar. Alsof je een soort driehoek kan tekenen tussen de sneeuwpoppen. Het is een handig trucje om zeker te zijn dat je een mooi gebalanceerd resultaat krijgt. Zo, mijn decoratie hangt in de krans. Tijd om het ijskristal erbij te pakken, want dit is toch een beetje mijn centerpiece. Deze wil ik laten opvallen. Ik wil hem namelijk hier zo in het midden van de krans laten bungelen. Dus als je hem dan ophangt aan de muur, dan hangt hij mooi in het midden van de krans. En misschien dat ik later die witte kerstballen er toch ook nog wel tussen stop. Want we hebben natuurlijk nog wat lege plekken. Maar ik wil eerst even kijken hoe deze eruit ziet. Er hangt al een lintje aan, maar die knip ik eraf. En dan gebruik ik zo'nzelfde haakje om het kristal ook op te hangen. Kijk goed waar je hem wilt hangen. En dan maak je het haakje gewoon vast. Net zoals dat je met alle andere hangers doet. En als je hem dan ophangt, dan hangt dat kristal dus mooi in het midden. Als je je krans nou permanent op deze manier wilt hebben, dan kun je er ook voor kiezen om alle hangers nog een klein druppeltje lijm te geven en ze zo net even iets steviger vast te zetten. Maar wil je net als ik de mogelijkheid hebben om af en toe de decoratie af te wisselen, dan kun je ze het beste zo ophangen. Leuk toch? En je kunt hem zo uitgebreid maken of juist zo simpel houden als dat je zelf leuk vindt. Tijd voor versie 2 en daarvoor gebruik ik onder andere deze leuke candy cane. Mijn krans is weer leeg en ik vertelde je dus al dat ik deze candy cane wil gebruiken. En daarnaast heb ik nog deze leuke houten hanger met een sneeuwpop erin. Een schattig klein winter staffereeltje. En om te matchen bij de candy cane heb ik dit setje met rode mini kerstballen met matte en glanzende kerstballen. En daar gaan we mee beginnen. We verdelen ze over de krans. Het is natuurlijk wel zo leuk om een beetje af te wisselen. Dus heb je net een matte kerstbal gebruikt, probeer daarna een glanzende op te hangen. En herhaal dit patroon de hele krans rond.
Aan de kant waar het batterijenkastje en dus ook het snoertje zit, hang ik iets minder kerstballen. Want daar komt zo meteen onze candy cane overheen. En dat is super handig, want dan kun je dat kastje met batterijen hier mooi achter verstoppen. Aan de candy cane zit ook een lintje, maar die ga ik niet gebruiken. Dus die knip ik zo dicht mogelijk bij de candy cane af. Zo, als je hem gewoon wilt ophangen, dan kun je die natuurlijk wel gebruiken. Maar ik wil hem aan mijn krans vastmaken. En dat doe ik door middel van zo'n kersthaakje. Die steek ik in de candy cane. Hij is namelijk gemaakt van piepschuim, dus dat werkt prima. En de andere kant van het haakje, die maak ik vast in de krans. Kijk, dit gaat echt super makkelijk. En voor de zekerheid steek ik er aan de onderkant ook nog eentje in. Dan weet ik zeker dat mijn candy cane zometeen goed vast zit. Kerstballen, check! Candy cane, check. Dan is het nu tijd om onze houten hanger in het midden te hangen. Ik heb het knoopje uit het touwtje gehaald en dan houd ik de twee touwtjes zo naast elkaar. En daar maak ik dan een knoopje in door ze om zichzelf heen te draaien en er onderdoor te steken. Dan trek je hem aan en je hebt een knoopje. En vind je dat knoopje nou niet zo mooi, dan draai je gewoon dat stukje touw naar de achterkant van de krans en zie je er helemaal niets meer van. En dan is hiermee ook onze tweede krans klaar. En het handige van deze DIY is dat je nog best wel wat van die kerstballen over hebt. Dus die kun je weer gebruiken voor in de kerstboom of voor een ander creatief project. Mijn favoriet is toch wel de variant met de candy cane. Maar ik ben ook heel erg benieuwd, wat is jouw favoriet? Of zou jij het gewoon helemaal anders aanpakken? Laat het me weten in de reacties hier beneden. Ik hoop dat ik je ook deze keer weer heb kunnen inspireren met deze leuke en ook makkelijke DIY. En ik zie je heel graag terug bij een volgende video. Bedankt voor het kijken! Doeg!